Goedenavond, welkom bij dit gesprek tussen Jaap Scholten en Pieter Waterdrinker. Mijn naam is Iante Mosselman, ik ben programmamaker in de Bali. En ik praat met de twee schrijvers over hun laatste boeken en over hun schrijverschap. Super fijn dat jullie er allebei zijn vanavond. Ik zal jullie kort introduceren. Jaap Scholten debuteerde met 80. Daarna volgde onder andere Morgenster, De Wet van Spengler, Horizon City. En dit is wel jouw meest omvangrijke werk tot nu toe. Suikerbastaard. Ja. Naast jou zit Pieter Waterdrinker. Debuteerde met danslessen. Daarna volgde onder andere Liebmans Ring, Duitse Bruiloft, Lenins Balsem, Poebel, Tchaikovsky's Straat 40. En nu is daar ook zeer omvangrijk De Rat van Amsterdam. Ook mijn meest omvangrijkste. Ook meest omvangrijke boek, ja. Het zijn prachtige romans en jullie gaan er zo ook uit voordragen. Maar allereerst wil ik toch vragen uit Hongarije, uit Rusland. Hoe is het om in Nederland te zijn? Ja, ik ben hier, ik doe allemaal lezingen en dat bevalt me heel erg. Ik maak een tour en dit is nu een van de laatste. Verder is bijna alles afgelast. Dus ja. Ik was de laatste tijd vaak in Frankrijk en dan heb je het woord bouleversé. Dus een beetje alles omver gegooid. Dat gevoel heb ik. En eigenlijk is het zo dat ik was hier voor met de boekenbal en toen ben ik via Berlijn uiteindelijk met mijn vrouw teruggegaan naar Rusland. Daar heb ik 5 maanden in quarantaine gezeten en dit boek afgerond. Daarna ben ik ontvlucht min of meer met mijn vrouw en sindsdien kunnen we niet meer terug. Dus Nederland is een warme jas, zal ik maar zeggen. Warme regenjas op dit moment. En het is altijd leuk wat Jaap ook zegt om wat we dan binnen de mogelijkheden doen. Om met lezers contact te hebben. Of potentiële lezers. Ja. En wat ik vroeg me af als jullie nu, als je dan het vliegtuig of de trein of de auto uitstapt. Wat is het eerste wat je opvalt als je terug bent in Nederland? Nou, als ik met het vliegtuig, nu ben ik met de auto. Nu, ik ga eigenlijk alleen maar met de auto nog heen en weer. Wat me altijd het vliegtuig opvalt is hoe drassig het is. Als je gaat landen naar Schiphol, je kijkt uit het raampje. Je ziet gewoon dat hele land, als je daar een stap zet, dat het water zo omhoog komt. En denk je dan, ik ben thuis? Ja, nou voor mij thuis is eigenlijk heel erg Twente. Dus niet zozeer in het westen. Dus niet echt? Nee, en ik denk dat zo het leven tussen twee landen, maar ik ben dan de meeste tijd in Hongarije, dat je ook, het heeft iets, je bent eigenlijk overal een buitenstaander, dus ook in Nederland. En ik hou er wel van. Ja, we moeten dit niet de hele avond doen, Jaap, want ik ben het hier ook mee eens. Nou, dat komt goed hoor, dat komt straks echt. Maar het is kort dat ik toen ik hier opgroeide en studeerde hier in Amsterdam enzovoort, had ik altijd het idee, had ik het gevoel, en dat heeft de Russische dichter Tjutjev mooi omschreven met herauswee, wegwezen. Toen hij diplomaat was in Wenen, was hij in Sint-Petersburg, wilde hij altijd weg. En dat heb ik ook altijd in Nederland gehad. Als je dat zegt, dan zeggen de mensen, dan voelen ze zich een beetje beledigd en aangedaan. Maar het is vooral dat ik gewoon Nederland fantastisch vind, maar ook heel erg graag niet in Nederland ben. Dat is ook. En waarom denk je dan, waarom vinden mensen dat dan zo? Omdat ze natuurlijk hier zelf wel wonen. Ze zien dat een beetje als een aanval, denk je? Ja, want eigenlijk maak je toch een soort keuze. Als een soort verraad, weet je wel. Dat met name, zo zie ik dat helemaal niet. Bovendien, als ik dan mijn vrienden tegenkom, die reizen veel meer dan ik. Dan zijn ze weer een week in pre-corona dan. Even een weekje in Rome geweest of 2 dagen in de Himalaya. Ik ben nog nooit in de Himalaya geweest. Rome wel. Maar dus ze wonen dus hier wel en eigenlijk wat wij dan misschien bestendigd hebben, namelijk niet in Nederland zijn, dat doen zij dan stiekem toch tussendoor. Ja, zo kan je er ook zeker naar kijken. Even over jullie laatste boeken. Kunnen jullie me vertellen, want ik weet niet of iedereen ze allebei al gelezen heeft. Waar gaan jullie boeken over? Vertel jij maar eerst. Nou ja, hoe lang hadden we ook alweer? Nou, heel kort. Heel kort. Mijn boek wordt verteld uit de hoofdpersoon Ruben Katz. Een jongen die eind jaren 80, vlak voor de val van de Sovjet-Unie, met zijn ouders
naar Israël wil emigreren, half Joods, met vervalste papieren. En ze willen, de vader wil ook nog een keer Amsterdam zien. En dan blijven ze hier uiteindelijk hangen. De vader wil hier na het communisme zijn kapitalistische droom najagen. Het jongetje volgt natuurlijk zijn ouders. Hij houdt van zijn ouders. De moeder is een beetje meegesleurd. En die is eigenlijk al kapot voordat ze aankomt. Omdat ze hun dochter van 11 hebben moeten achterlaten in Riga. Die is daar gestorven. Enfin, het verhaal wordt verteld door die Ruben Katz op 42-jarige leeftijd vanuit een Nederlandse gevangeniscel. Hij kijkt terug op zijn leven. En in een nutshell zullen we maar zeggen, hij is heel erg goed geïntegreerd. Komt uit die communistische leugen, zoals hij dat ziet. En dan Almelisch, als hij dan zo na zijn studie, dat doet hij allemaal voortreffelijk, hier gaat werken, ziet hij langzamerhand, of eigenlijk al vrij snel, dat de mensen overal hetzelfde zijn. Dat hij in de Sovjet-Unie de communistische leugen zag en hier in het Westen de kapitalistische leugen. Nou, uiteindelijk gaat hij dan door een liefde, want er is natuurlijk ook, ik schrijf alleen maar liefdesromans, door een liefde van de baas van de Nationale Armenloterij waarvoor hij gaat werken, belandt hij uiteindelijk weer terug in Rusland. Met heel veel zijpaden. Dat is het verhaal. Dankjewel. Ja, in Sacco Bastard, de verteller is Frederik Spengler, die in andere boeken ook al voorkwam. Hij krijgt eigenlijk de opdracht van zijn familie om naar Ethiopië te gaan om genetisch materiaal te verzamelen van een Rastafari in Ethiopië die beweert de zoon van de grootvader van de familie te zijn. En Frederik is de verteller van het hele verhaal, maar de echte hoofdpersoon is Marinus Hilbrink. En dat is een jongen die in de fabriek werkt, in de machinefabriek. En die uit een boerengeslacht komt, uit de buurtschap Stokkum in Twente. En die in 1959 naar Ethiopië gaat om daar suikerfabrieken te bouwen en te onderhouden. En eigenlijk het hele boek speelt rond die suikerfabrieken. En daar zit natuurlijk ook een liefdesverhaal in, of meerdere eigenlijk. Maar het gaat vooral over wat die Marinus meemaakt. Die uit zo'n klein gehucht naar een blinde vlek in de wereld reist in 1959. En dan verliefd wordt op dat land en verliefd wordt op de mensen en verliefd wordt op een Ethiopische vrouw en eigenlijk niet meer terug kan. Dat ongeveer is het. En waar begon je toen je begon met schrijven aan dit boek? Hoe bedoel je, waar? Want je hebt erg gewerkt met bestaand materiaal, maar ook met fictie. Wat was voor jou het beginpunt? Ja, het beginpunt was wel dat zoeken van Frederik Spengler naar een Ethiopische familie. Omdat, dat heb ik zelf eigenlijk gedaan. Ik ben zelf naar Ethiopië gegaan, omdat er was iemand die met een hele suggereerde dat mijn grootvader daar misschien kinderen had gemaakt. En daar begon ik met schrijven. En ik vond die kinderen niet. Daarom is het ook een roman geworden. Anders had ik non-fictie geschreven. Maar het is een enorme mengeling van non-fictie. Of een heel goed, ik denk hoe jij ook eigenlijk schrijft, heel veel wat je weet of wat je geresearched hebt. Of wat je kent van een bepaalde wereld. Het decor, hè, ja. Is belangrijk. Ja. Maar ik kwam erachter, achter dat verhaal van die jongens die voor machinefabriek Stork, naar Ethiopië gingen. Ja, dat vond ik eigenlijk een veel fantastischer verhaal dan het verhaal van de vermeende familie in Ethiopië. Omdat die jongens zo'n ongelooflijke. Ja, het is een woord wat ik zelf niet had bedacht, maar laatst werd ik geïnterviewd. Het is eigenlijk een emancipatieroman. Ja, ik gebruik nooit dat soort woorden, maar het gaat eigenlijk heel erg over hoe die jongen een ongelooflijke ontwikkeling doormaakt. En eigenlijk alle personages in dat boek, zowel de Ethiopiërs als die Twentse jongens die daar in een totaal vreemde wereld komen. Dus daar begon ik. En verder is dit boek het eerste boek wat ik op het Hongaarse platteland heb geschreven, waardoor het ook zo dik is geworden. Een soort Tolstoy-achtige omgeving. En een deel nog ook in corona. Dus we leefden helemaal eigenlijk, werden teruggeworpen in de 19e eeuw.
Nou ja, is corona toch nog ergens een beetje goed voor geweest. De vrouw van Tolstoj, die schreef alle oorlogen, vrede en Anna Karenina met de hand over. Heeft jouw vrouw dat ook gedaan of niet? Ja, Ilonka doet dat voortdurend. Nee, Ilonka die is bezig met andere dingen. Een emancipatieroman. Zou jij je werk ook zo, of dit boek ook zo kunnen omschrijven? Ja, ik ben alleen maar met emancipatie bezig. Kijk, daar kan je er iets bij verzinnen. Emancipatieroman. Ik heb dat ook nooit verzonnen hoor. Een interviewer zei dat. Ik heb nooit zelfs over nagedacht. Ik schrok ook toen hij het zei. Maar is emancipatie niet... Sorry, het woord begrijp ik misschien verkeerd. Dat heb ik altijd met vrouwen en zo. Toch? Nee, maar iedereen kan iedereen kan geëmancipeerd zijn. Ah, op die manier. Volgens mij kan het ook zijn dat je vanuit de ene klasse... waarvan je vandaar komt, dat je dat overstijgt. Ja. Ook dit boek is druk dik geworden. Met name omdat ik heb niet op platteland geschreven... maar grotendeels in het appartement in de Tchaikovskystraat. Mijn vorige boek was ook al trouwens behoorlijk dik... Ik weet ook nooit, dit was niet een echt moment aan te wijzen zoals bij Jaap van, dit ga ik doen. Ik zie als ik een boek niet eens bedenk, maar tot me komt, een rare neus voor zich enzovoort. En wat ik vooral zag, is dat ik naar de wereld kijk zoals die op dit moment is, zoals iedereen natuurlijk. En opeens had ik het beeld voor me van een rioolstelsel van gouden buizen en een man die als à la Kafka een metamorfose ondergaat van mens tot rat. En dan in die... dat gouden buizenstelsel komt. Dan kwam die hoofdpersoon, die stem, waar het vaak ook een stem kwam van die Ruben Katz, kwam meteen. Mm-hmm. En uiteindelijk komt de thematiek van de emancipatie, want dat is het natuurlijk. Het is dat geldt ook, bij jou gaat het ook van, je komt als buitenstaande, je hoofdpersoon komt in die vreemde wereld binnen. Dat heeft op zich al natuurlijk conflictstof. Emigratie en dat soort zaken. Dus je bent al sowieso verplicht om je aan te passen. Dat is al sowieso de eerste vorm van emancipatie. Dan in mijn roman komt er dan ook nog een soort sociale emancipatie aan te pas, omdat hij, of schoon zijn vader zeer ontwikkeld is en Duits heeft gestudeerd, maar gedwongen wordt om als, hoe noem je dat, emigrant hier, minder baantjes te doen. Mm-hmm. En zelf gaat hij als gymnasiast heel erg goed. En daar schaamt hij zich dan voor. En dus hij moet die klasse overstijgen. Hij moet eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus in die zin is het natuurlijk wel een emancipatieroman. Nee, maar Pieter, sorry dat ik interrompeer. Als jij begint, weet je dan al wat je gaat doen? Heb je een soort idee? Nooit. Of nee. hoe begin je? Want wat heb je in niks. Het begin? Ja, niks. Ja, sommige mensen die hebben heel sterk een hoofdpersoon of zo. Ja. Had je die al of nee, ook niet? Nee, maar wat had je dan wel? Niks. Ik heb nooit wat gehad. Eergisteren was ik bij het graf van Maarten Biesheuvel. En daarna heb ik kop theegedronken met Maarten het Hart. En we over literatuur gesproken. Over de methode, om het zo maar te zeggen. En Maarten Biesheuvel, toen hij nog leefde, zei... Ja, ik heb boeken geschreven, maar als ik over straat loop... denk ik eigenlijk nergens aan. Bij mij ook zo. Ja, dus, precies hetzelfde. Ja. Vroeger dacht ik over... ja, om schrijver te worden moet je de hele dag ingewikkelde gedachten hebben. Schema's maken. En Adrie van der Heijden of Thomas Rozenboom vooral. Die maakt schema's en dan gaan ze wisselen. En ja, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. Ik doe maar wat. Ja, nee, dat is ongeveer mijn werkwijze. Ja. Ja. Dus dichten is net als koken. Je pleurt maar wat in de pan als je koken kan, weet je wel. Dat is dicht. Ik weet niet van wie het is. Maar... En geen regels. Nee, geen regels ook. Nee, goddank heb ik er ook niet voor doorgeleerd. Dus gewoon... En het hele belangrijkste is om de juiste toon te vinden. Maar die heb je of die heb je... Dan voel je ook meteen dat dit wordt niks. Je moet ook niet veel tijd verspillen aan verkeerde... En hopelijk gaat het dan met je aan de gang. Dat vind ik dan het leuke van schrijven. Je hebt natuurlijk hier research voor moeten doen. Maar in het fictieve gedeelte van je boek... denk ik dat je ook gewoon met die Julia... als ik het lees, denk je, krijgt hij er of krijgt hij er niet? En dat dacht jij waarschijnlijk ook. Hoe gaat dat aflopen? Ja, dat wist ik ook niet. Nou, dat is het leuke van schrijven. Ja. Maar ja, ik moet er toch bij zeggen... Nu klinkt het net alsof jullie beginnen bij de eerste zin en dan gewoon... Ja. En het is er? Nee, maar wat ik doe, en dat is misschien anders dan jij... Ik heb wel bij alle laatste boeken... heb ik elke keer wel heel veel onderzoek gedaan... en me in een wereld heel erg verdiept. En ik
als een soort reuzenhamster omring ik me met materiaal. En ook dat hele deel van het onderzoek doen, daar hou ik heel erg van. Want zo lang hoef ik eigenlijk nog niet te schrijven. En ik verzamel dat in de kamer. Het is echt een totale puinhoop om me heen. Papieren en boeken en dingen en flarden. En ik weet dat ik allerlei stukjes van dat materiaal ga gebruiken. Het is eigenlijk één grote collage. Wat ik belangrijk vind, en ik denk dat jij dat... We schrijven natuurlijk hele andere soort zinnen. Maar ik vind het heel belangrijk dat er in iedere zin energie zit. Ja, als ik een eerste versie van iets heb geschreven en ik lees dat, heb ik echt een gevoel van diepe walging. Het duurt heel lang en ik moet heel veel eruit halen dat het heel efficiënt is en dat die energie erin zit. Het grappige is, nu ben ik veel aan het voorlezen en dan nog steeds streep ik zinnen weg. Dan denk ik, ja, deze zin is eigenlijk niet nodig, die kunnen we ook missen. En je hardop voorlezen voor het publiek is eigenlijk... We hebben twee stukjes die ik zelf eigenlijk nog nooit heb voorgelezen. Maar dat is eigenlijk een hele goede test. Want je voelt het, je voelt direct van, ja, dit is eigenlijk... Ja, ik ben er ook altijd... Adriaan van Dis, die las altijd al zijn zinnen op. Waarbij je dus een soort proza krijgt als een gedicht, wat heel mooi kan zijn. Thomas Mann, die had een hele mooie werkmethode. Zoveel boeken geschreven. Die stond 's ochtends op 7 uur, ging ontbijten. Schreef hij tot 12 uur. Dan ging hij lunchen. En 's avonds eten. En dan las hij voor aan zijn kinderen wat hij die dag had geschreven. Dan las hij ook hardop voor. Ja, mijn kinderen weigeren dat. En dat is een goede test, inderdaad. Ik doe het zelf helaas niet, maar... Ja, ik ben ook vaak gewoon alleen. Ja, dan... Maar je zegt net, dan haal ik toch weer zinnen eruit. Maar breng je het dan terug tot de essentie? Niet te veel tierenlantijnen, het moet... Ja, ik haal er heel veel uit. Het is gewoon een familiekwaaltje dat wij heel graag dingen willen herhalen. Om iedereen er heel erg van te overtuigen dat we gelijk hebben. En... Dat is doodvervelend voor de lezer. En ik merk soms nog. En ook als je zeker aan zo'n dik boek werkt, dan je hebt gewoon allerlei ideeën in je hoofd zitten. En het blijkt dat je op bladzijde 70 iets hebt geschreven, wat je op bladzijde 230 nog een keer schrijft, wat je zelf gewoon vergeet. En het is krankzinnig werk om dat allemaal eruit te krijgen, al die herhalingen. En heel vaak wordt één alinea wordt teruggebracht tot één zin, of één bladzijde tot één alinea. En Ik herschrijf heel veel. Ik ben helemaal niet. Ik kan helemaal niet. Hoe lang niet... heb je aan dit boek geschreven? 4 jaar? Zo? Ja, 3 jaar. Ongeveer. Netto schrijftijd. Ja. En hoeveel uur per dag dan? Ja, heel wisselend. Maar. En ook die dag is heel. Ik ben heel gedisciplineerd, maar tegelijkertijd ook heel ongedisciplineerd. Dus ik ga vroeg werken. En dat, hoe dichter de deadline nadert, hoe vroeger ik moet beginnen. En ja, ik maak veel uren, maar ik verklungel tegelijkertijd ook veel tijd. Dus ik denk dat bekend voorkomt. Nou ja, dat verklungelen, dan ga ik wat anders doen. Ik denk dat je maar... Cees Notenboom zei het ook een keer, en heeft helemaal gelijk in. Om een boek te schrijven moet je zin hebben. En tijd hebben, een langere tijdsperiode. Mm-hmm. En eigenlijk heb je maar 2, 3, 4 goede uren per dag. Dan heb ik het ook al gehad. Maar ja, vaak heb je om die 2, 3, 4 goede uren te hebben... Heb je de hele dag nodig om een beetje daaromheen te cirkelen. Als een adelaar rond zijn nest. Maar ik heb nooit die luxe gehad, helaas. Omdat ik altijd gewoon... Ja, nu verkopen mijn boeken redelijk, maar... voorgoed. Maar ik heb altijd gewoon mijn brood verdiend met journalistiek. Mm-hmm. Met correspondentschap. Dus veel reizen. Allemaal altijd de actualiteit volgen enzovoort. Soms kotsen aan toe. En dan heb ik altijd... Ja, ik ben eigenlijk gaan publiceren toen ik naar Rusland vertrok in 1996. Sindsdien 13 of 14 boeken... Dus ik was wel gedwongen om wel het ritme erin te houden. Maar ja, ook dan zeggen, jongens, sloes ermee, want ik moet nu andere dingen doen. Beetje door. Maar wanneer schreef je dan? 'S nachts of wanneer? Nee, nooit. 'S ochtends altijd. 'S ochtends. Nou ja, wat dan ochtend heet, bij mij is dat nooit zo vroeger. Uur of 10 of zo. Ja. Maar ik wil even naar iets wat Jaap net zei over hoe hij werkt. Dus hij legt allerlei stukken neer. Dit is best ook een politiek boek, zou ik willen zeggen. Het gaat over de loterij, het gaat ook over het Koningshuis. Wauw, het gaat over het Koningshuis. Doe je research? Nou ja, een klein beetje. Komen erin voor?
Ja, maar lees je de quote bijvoorbeeld? Of, lees ik? De quote? Kijk je naar Follow the Money? Nee. Nee. Nee? Nee, want eigenlijk al mijn werk en ook dit is puur uit mijn autobiografie. Dus door bepaalde omstandigheden. Kijk, om een bijvoorbeeld te geven, die hoofdpersoon van mij, Ruben Katz, die gaat op een gegeven moment werken voor de Nationale Armenloterij. En dat is een loterij, dan komt hij in een wereld, daar komt ook de naam de rat vandaan. Hij komt in een rattenwereld van mensen die het goede bepleiten en dat ook wel doen misschien, maar vooral heel erg aan zichzelf denken. Dus kortom, multimiljonair worden met liefdadigheid. Daar heb ik sowieso enigszins mijn bedenkingen tegen. Maar door omstandigheden weet ik zo'n beetje hoe die wereld werkt in Nederland. Maar ja, daar ga ik geen onderzoek naar doen. Dat weet ik. Ik pluk gewoon wat uit wat ik weet. Uit mijn, en met mijn fantasie, zou ik maar zeggen, knutsel ik dat in elkaar. Een politieke boek wil ik dan toch wel een opmerking over maken. Want ik hou dus helemaal niet van politieke romans. Ik heb 1000 keer gezegd dat Nabokov zei van zodra je politiek met literatuur vermengt, wordt het ideologische rotzooi. En daar ben ik het heel erg mee eens. Je gaat niet je politieke visie, als je die al hebt, die ik trouwens niet heb, neerleggen in een roman. Mm-hmm. Dat is vaak pathetisch en het wordt altijd slecht. Tegelijkertijd is het zo, in mijn bescheiden visie, dat een schrijver, althans schrijvers die ik mag, 19e eeuwse Russen, Fransen enzovoort, Duitsers, ook Nederlandse schrijvers, die mij na aan het hart liggen, uiteindelijk altijd een visie hadden op hun tijd, op het mensdom. Dus tegelijkertijd moet in mijn nogmaals visie een roman, of een geslaagde roman, is een roman die zowel de tijd duidt, probeert te duiden, of beschrijft of oproept, en tegelijkertijd universeel is. Dat is moeilijk natuurlijk. Daar kan je alleen maar naar streven. Maar ja, als je dus in deze tijd leeft, en dit speelt zich af nu, dan ontkom je natuurlijk niet aan beelden die misschien als politiek kunnen worden opgevat. Dat is een mooie uitleg. Dan wil ik toch ook vragen, zou je het een aanklacht kunnen noemen? Ja, is het een aanklacht, dat boek? Ja, jouw boek of mijn boek? Ja, ik speel de vraag door naar Jaap. Vind jij het, dat is goed, vind je het een aanklacht? Nee, maar ik moet eerlijk bekennen, ik ben nog niet zo ver in het boek. Mijn boek, of jouw boek een aanklacht maar mijn is. Boek is niet een aanklacht. Nee, nee, dat weet ik. Maar, nee. Ja, dat vind ik ook dus, niet. Mijn boek een aanklacht. Als je dan zegt van nou oké, dat je probeert de tijd te duiden. Een aanklacht is een negatieve connotatie over de huidige tijd. Heb ik enige negatieve connotaties over de huidige tijd? Het is een soort syllogistische manier van denken. Dan is het antwoord ja. Maar ja, jongens, het is natuurlijk een hoofdpersoon, een protagonist, die in deze wereld ronddartelt. En dat is natuurlijk de overeenkomst tussen Jaap, één van de vele overeenkomsten. Mm-hmm. Dat de hoofdpersonen ronddartelen in de wereld en niet van de Tolstraat tot de Dam, wat ook hele mooie literatuur kan opleveren. Het portretteert deze tijd. Ja, toen ik wanneer was het, 2 maanden geleden of 1,5 maand geleden, over jouw boek las, toen dacht ik, oh, wat een goed idee. Ik was eigenlijk jaloers op de vondst om iemand te nemen uit Rusland of uit Oost-Europa die naar onze samenleving kijkt. Ik dacht, dat is fantastisch. Ik vind dat een ongelooflijk sterk idee. En ik vind het jammer dat je dat al hebt uitgevoerd. Kan nog steeds hoor. Die Orban blijft nog wel zitten daar. Dus ja, maar een aanklacht. Kijk, de echte aanklacht in de literatuur. Kijk, nou ja, bijvoorbeeld, ik heb altijd gelijk van W.F. Hermans. Was dat een aanklacht? Ja, zeker. Dus dat soort romans bestaan. En ik moet zeggen dat als ik altijd gelijk van Hermans lees, dan ben ik weer meteen terug in die jaren 50, waarin een aantal problemen speelden. Dat vind ik wel curieus. Ik heb dat ook in de Groene Amsterdammer stelde de 20 vragen, wat je denkt onlangs misschien hebt gelezen. Toen zei ik ook van dat soort boeken, die zowel tijdloos zijn als de tijd duiden, die hebben misschien kans om te overleven. Als ik de jaren 80 heb ik meegemaakt hier in Amsterdam. Nou ja,
Adrie van der Heijden heeft heel veel geschreven, maar de Advocaat van de Hanen, als je dat boek leest, ben je meteen weer terug in de jaren 80. Heel veel dingen vergeet je ook en dat heeft hij bestendigd in dat boek. En dat is misschien het aardige dat, dat als je een boek nu schrijft, dan denk je ja, iedereen weet het, maar over 30 jaar misschien, al is er maar één iemand die het dan leest, die is dan weer terug in deze tijd. Dat zou al een winst zijn. Het beschrijven van de tijd waarin je leeft. Terwijl, jij beschrijft ook heel erg een tijd die we eigenlijk vergeten lijken te zijn met elkaar. Is het belangrijk voor jou dat mensen dit lezen ook om te weten wat er een tijd terug gebeurde? Kan je nog een keer zeggen? Wil je mensen bewust maken van de Nederlandse geschiedenis in Ethiopië? Was dat iets wat jij belangrijk vond? Ja. Eerlijk gezegd volg ik eigenlijk altijd gewoon mijn eigen obsessies. Mm-hmm. Dus ik heb niet zoiets dat ik wil leren of zo aan mensen. Ik werd gegrepen door dat verhaal. En dan duik ik erin en ja, dan kan ik het niet meer loslaten. En wat grijpt je dan zo precies? Nou, hier wordt dat gegeven dat totaal onbekende verhaal van een enorme onderneming ergens in de jungle in Ethiopië. En dat daar gewoon een soort Nederlands modeldorp ligt waar niemand iets van af weet. En ja, of dat nou zo belangrijk is voor mensen om te weten, dat weet ik niet. Maar het gegeven vind ik heel mooi en ook romantisch. En ja, ik ben daarheen gegaan en ik... Het ligt daar gewoon nog. Je hebt gewoon nog de club, de Wunji-club, waar die jongens heen gingen, die storkjongens. Die barkrukken staan er gewoon nog. Het biljart is er nog. De Ethiopiërs hebben alles met enorm ontzag of respect hebben ze behouden. En je kan gewoon precies daar nog eigenlijk dat leven van die jongens helemaal zien. Ik ben jaloers op jou of familiale, dat je dat zo heerlijk hebt. Dat lijkt me fantastisch. Ook een gevoel van duiding. Elk mens probeert toch een beetje zich ook te duiden tot het verleden. Hè? En dan dat je toch zo'n familieverhaal als cadeau krijgt. Ja, lijkt me fantastisch. Dit kreeg ik inderdaad echt in de schoot geworpen. En ja, en ik kreeg het verhaal dus te horen bij een lezing. Iemand zei dat daar stork daar geweest was in Ethiopië, wist ik niets van. En dat al die jongens mee waren gegaan omdat er geen technici waren en dat die dat moesten opbouwen. En dat daar veel affaires waren geweest van die jongens met Ethiopische vrouwen en dat daar kinderen van waren. Maar wat ik toen heb gedaan, ik heb in de Tubantia, dat is de krant in Twente, heb ik een oproep geplaatst van wie weet hier iets van. En toen kreeg ik zo'n lawine aan reacties. Toen dacht ik, ja, dat was eigenlijk het moment dat ik besefte, ja, hier zit echt een boek in. Ook omdat ik zoveel materiaal kon verzamelen. En hoe vaak ben je naar Ethiopië teruggegaan? Twee keer. Okay. Twee keer. Maar ik kon heel veel bronnen kon ik hier in Nederland vinden. En ik heb een aantal van die mannen gevonden die daar waren. Dat zijn nu oude mannen. Maar die daar als jonge jongens waren. En dat waren... Die vertelden daar prachtig over. Dus ik heb drie mannen heel veel geïnterviewd. En daar is eigenlijk Marinus uit geassembleerd. Ik wil... Pieter, jij zei het net al. Jullie hebben een hoop gemeen. En een van die dingen is inderdaad, en daar hadden we het net al over, dat het gaat over immigratie, emigratie. Is dat iets waar jullie graag, of waar je over schrijft, omdat je het zelf zo goed kent? Ja. Het punt is dat je, als je in het buitenland woont, dan kijk je ipso facto, zou ik bijna zeggen, op een andere manier naar Nederland. Niet noodzakelijk beter, maar wel op een andere manier. En dat is ook vaak moeilijk hoor, als schrijver. Niet moeilijk omdat het schrijverschap moeilijk is, maar in de conversatie gewoon, of in de wereld die je oproept. Want ik heb heel veel in vorige boeken over me heen gekregen van ja, dat is allemaal overdreven en ongeloofwaardig. Of bijvoorbeeld zoals ik vrouwen portretteerde. Hè, dat wordt dan vaak hier, dan worden de maatstaven die op dit moment actueel zijn hier, worden neergelegd op jouw roman. Maar bijvoorbeeld over vrouwen, ik kan een voorbeeld geven. Dat als je in
In de Sovjet-Unie was de vrouw verplicht geëmancipeerd. Ze stonden daar op stijgers, in munitiefabrieken. De samenleving werd geschraagd door vrouwen. Toen de Sovjet-Unie uiteenviel in 1991, waren ze blij heel veel, dat ze eindelijk naar schoonheidssalons konden. Dat ze leuke jurkjes konden krijgen enzovoort. En dat ging gepaard met vrouwen die gewoon hun carrière, zou ik maar zeggen, bleven schragen of opvoeren. Ik heb wel eens in het Bolshoi Theater, het grote theater in Moskou, met een dame die was hersenchirurg. En toen stonden we in de garderobe na afloop van het Zwanenmeer. En zei ze, Pieter, kan jij mijn jas even pakken? Wat moest die slabe jentje, want ik ben een zwakke vrouw. Nou ja, dat, als je dat hier zegt, dan ben je... Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar dan word je misschien meteen geïnterviewd van, bent u wel allemaal goed bij uw hoofd? En als je dat soort vrouwen oproept, in een boek bijvoorbeeld, dan zeggen ze, ja, of het is ongeloofwaardig, of hij is een seksist, of weet ik veel wat. Ja. Maar dat zijn hele normale werkelijkheden. De werkelijkheid is anders. En dat zal Jaap ook hebben, denk ik. Ja, en ook zeker de werkelijkheid in Oost-Europa is heel anders dan de werkelijkheid hier. Dus ja, het is een hele andere wereld. En maar ook qua moraliteit of ethiek of gedrag, hè? Dat soort totaal. Dingen. Ja, in Hongarije, als je een vrouw niet in de jas helpt, dan ben je een schoft. Terwijl hier weet je niet of je een klap krijgt. Dus het is heel verschillend. Maar wat ik zelf nog heb, en ik vraag me af hoe dat bij jou is dat... Ik ben wel, mijn ogen zijn zeg maar veel belangrijker geworden dan mijn oren. En ik vind het wel moeilijk om dialogen te schrijven, omdat ik minder de Nederlandse taal hoor. En in Hongarije, en ik heb ook veel gewoon in de omliggende landen altijd gereisd, in Albanië en mm-hmm. Montenegro en overal. Ik ben veel meer afhankelijk geworden van mijn ogen. En ik vind het moeilijk om dialoog te schrijven. Ik weet niet hoe dat jou afgaat. Of je... Ja, ik weet het niet. Misschien heb ik een soort... Russen praten heel veel. Dat is ook weer zoiets bijvoorbeeld. Dat als je in een trein zit in Nederland... En je begint zomaar een gesprek met iemand tegenover mm-hmm. je... denk je, nou, die man is gek. Ik wil geen gesprek. Geef even voor zitten. Terwijl, wat is een meest basaal... mensen sociaal wezen... dat je met een ander mens communiceert? Mm-hmm. In bijvoorbeeld Rusland... of dan mensen beginnen meteen te praten. Ik doe dat ook. En dan krijg je automatisch hele dialogen... en hele verhalen enzovoort. Er is ook weer een verschil tussen Oost en West. En ik weet niet, misschien heb ik een soort omschakelpunt... Dat die stroom van Russische woorden in mijn hoofd in het Nederlands worden omgezet. Ik weet het niet, maar ja... Of heb ik moeite met dialogen? Of althans, vanwege het feit dat ik niet in Nederland woon... ik heb daar niet zo'n last van. Maar het is ook af en toe wat een wonderlijk iets is natuurlijk het volgende dat toen ik in de Sovjet-tijd in de Sovjet-Unie was en je wilde... telefoneren naar Nederland bijvoorbeeld. Dan zat je vaak 6 uur te wachten tot je verbinding had. Had je eindelijk iemand aan de lijn. En werd de verbinding weer verbroken, kon je weer 2 of 3 uur wachten of 6 uur. En nu kan je natuurlijk met dit apparaatje... kan je gewoon Lara Rensen om 5 uur 's middags... Of je nou in Vladivostok of in Moskou zit. Mm-hmm. Dus je moet gewoon zo'n apparaatje kopen. En dan af en toe naar... Of bijvoorbeeld naar mooie programma's zoals Nooit meer slapen. Of zo, noem maar wat. Radio is... Ik ben meer radio geluisterd sinds die mogelijkheid er is. Vind ik fantastisch. Podcast. Podcast? Nou ja, maar wel een beetje wat in mijn smaak is. Of zo. Maar het maakt het dus... Jaap, jij zegt dialogen zijn lastiger geworden om te schrijven. Maar maakt het... Vinden jullie het... Nou, je kijkt dus anders naar Nederland. Is jullie mening over Nederland veranderd sinds je elders was? Ja. Waarom? Ik denk dat we dat ook wel delen. Bij jou in jouw boeken komt het misschien iets meer naar voren. Wel heel veel dingen heel erg hypocriet vindt. Wat ik eigenlijk vooral heb... Dat ik zie dat het zoveel gewoon eigenlijk geopolitiek is wat de echte dingen bepaalt. En dat heel veel andere dingen eigenlijk gemurmel in de marge zijn.
En dat valt me heel erg op als ik in Nederland ben. Dan denk ik wat ongelooflijk het op zichzelf gericht is. En eigenlijk heel veel dingen... Ja, dat klinkt... zeg het nou maar, Jaap. Weinig, zeg het nou maar weinig ter zake lijken me veel dingen waar heel... lang over gesproken wordt en heel veel aandacht aan besteed wordt. Heb je een voorbeeld? Ja, nou nu, ik zat heel veel in de auto om naar het land te rijden als een soort standwerker. Ja, dat er dan dagenlang wordt gesproken of je mag juichen in het stadion. Dagenlang. En dan blijken er ook allemaal experts te zijn die daar verstand van hebben. Die met elkaar discussiëren. En... ja, dan denk ik, ja, of verbied het of niet. Maar waarom hier eindeloos over praten? Ja, ja, ik voel dat ook. Wat jij aanraakt, maar daar kan je een avond over praten, over de geopolitiek. Mm-hmm. Omdat we natuurlijk omdat we in buitenlanden wonen, waar ook nog het nodige gebeurt. Jaap zit in een land waar Orbán is. Mm-hmm. Ik zit in een land waar Poetin is. Elke, dat is mijn ervaring, elke poging om ook maar iets te verklaren... wordt vaak opgevat in Nederland als een poging tot collaboratie of zo. Hoe bedoel je Poetin, nou, Poetin versteer of zo. Yeah. Als je probeert uit te leggen hoe een land geworden is, hoe het in elkaar is. Oh, men wil het liefst gewoon een zwart-wit brengen. Dat is goed en dat is fout. Dat is namelijk makkelijk. Terwijl er ondertussen geopolitiek heel erg veel gebeurt, heb ik vaak de indruk dat Nederlanders, dat is ook eigenlijk een dichotomie, moet je zeggen, een tegenspraak eigenlijk. Dat Nederlanders reizen heel veel, bepaalde klassen, zeg maar zeggen, de klasse die, hè, die leest en die reizen heel veel. En tegelijkertijd, du moment dat ze terug zijn in Nederland, vallen ze weer terug in de rol van de heersende mores en wat je moet doen en wat je moet denken enzovoort. En ik denk dat we op dit moment meemaken, dachten na de val van de Sovjet-Unie in 1991... we worden allemaal neoliberale mensen enzovoort. Hè. Fukuyama, einde van de geschiedenis. Maar dat we nu, 30 jaar na dato, eigenlijk met die demonen, of het nou Midden-Europa is, of de Sovjet-Unie, dat die weer als een duveltje uit een doosje naar boven zijn gekomen. En dat die geesten, de demonen, helemaal niet dood zijn. Maar sterker nog, misschien wel meer levend aanwezig zijn dan ooit tevoren. En dat is, dan tegelijkertijd zien we wat er in Europa gebeurt. Opkomst van het nationalisme. De geopolitieke veranderingen. En we zitten eigenlijk midden in een gigantische transitieproces. Niet alleen geopolitiek, maar ook mentaal. En dat is althans omdat ik op dat snijvlak zit tussen een totaal andere manier van naar de wereld kijken. Mm-hmm. Andere waarden. En ik ben in Nederland, dan ja, ik kan er zelf wel in laveren, maar ik merk dat heel erg uit elkaar staat. En dat is ook wel beangstigend, vind ik, hoor. En, ja. Een van de dingen die ik zo ontzettend mooi vind aan jullie boeken... is dat jullie allebei echt een wereld schetsen die ik ken, die ik herken... waar ik ook wel een beetje me een beetje voor schaam, een beetje om moet lachen. Dat vond ik er ontzettend, echt ontzettend goed aan. En ik vroeg me ook af, vinden jullie dan... Dat ook, want we hadden in die programmatekst geschreven van deze schrijvers houden Nederland een spiegel voor. Eerst stond er zelfs ook nemen Nederland de maat. Vinden jullie dat je taak ook is als schrijver? Moet je dat doen? Nou, ik vind wel dat je dat wonende in op een andere plek, dat je wel ook die andere werelden moet tonen. En ik heb vaak het idee dat veel mensen in Nederland denken dat heel de wereld is als Nederland. Terwijl de wereld is echt heel anders. En ja, ook zoals Hongarije en de hele regio, daar wordt eigenlijk zo in hele grote lijnen over gesproken. En terwijl eigenlijk heel veel dingen zijn heel erg verklaarbaar. Ik heb met name om Hongarije te begrijpen, heb ik me heel erg in de geschiedenis van het land verdiept. En snap ik ook eigenlijk wel meer van wat daar gebeurt. En de vernedering die mensen in Oost-Europa voelen ten opzichte van... Ze hadden allemaal gehoopt ook allemaal miljonair te worden in een paar jaar. Wat niet gebeurd is. En ze krijgen nu eigenlijk bijna alleen alle restproducten uit West-Europa.
Ja, die kracht van vernedering, zal ik maar zeggen. Boulevard of Broken Dreams, dat is in meerdere van mijn boeken ook wel een drijvende kracht van de hoofdpersonen. Dat de wereld is niet zoals Nederland. Dus als je zegt de maat nemen, nee. De maat nemen, dat toen... wie neemt eigenlijk... Maar een spiegel voorhouden, wel misschien. Ja, dat is... maar goed, ik zeg altijd maar, als een boek een spiegel is... Dan, en mensen herkennen zich erin, dan zegt dat meer iets over de mensen dan over het boek. Dat is waar. Want zonder het een heb je niet het ander. Maar een schrijver, hè, dat is daar zoveel over geschreven... een schrijver heeft helemaal geen enkele taak... behalve misschien te entertainen. Het boek van Jaap heb ik in Frankrijk gelezen. Ik was een van de eerste. Het was, en een vriend van mij die is getrouwd met een Ethiopische... Twee kinderen, woont in Den Haag, Scheveningen. En ja, af en toe heb ik dan wel Ethiopisch gegeten. Weet je, een pannenkoekje met allemaal natte hapjes en zo, heerlijk. En ik weet, wat weet ik eigenlijk, Haile Selassie enzovoort. Maar wat ik bijvoorbeeld niet wist, en dat is dan weer mooi... Ach, je weet niks in dit leven, maar dat bijvoorbeeld Addis Ababa... dat ligt in de bergen. Terwijl ik aan Ethiopië dacht, een soort zandvlakte met schrielmagere koeien en ja. Weet je wel, dat typische Afrika-beeld. En dat je dan dat er dan tijgers en orang-outangs en zo, en dat een tropisch... Dus dat decor, Ilja Vijver zei het bij Zomergast, ik heb het trouwens niet gezien, maar wel excerpten daarvan. Ik kon het niet zien. Hopelijk kan ik het nog een keer zien, maar hij zei van... Of misschien zei hij dat wel eerder, ik weet het niet. Maar dat het decor van een boek zo mooi, zo belangrijk is. Hè? Ja. De sfeer. Ja, dat zei hij. Dat inderdaad het belangrijkste ja, was. Ja, en daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is natuurlijk ook het hele sterke van het boek van Jaap. Dat je dus het decor van Twente hebt. Van de week had ik een lezing in Hengelo. Kwam ik met de trein, kwam ik dat Twentse landschap. Dat naar de IJssel, naar Deventer, gooit het Nederlandse landschap zich als het ware open als... Nou ja, dan wil ik geen vergelijking maken als de armen van een vrouw. En tegelijkertijd ben je dan in die exotiek en dat heb je heel mooi met elkaar verwrongen. En dat is dan ook wel weer misschien de echte taak van een schrijver, dat je mensen vermaakt. Zeker in deze tijd van Netflix enzovoort. Dat is ook wat leuk moet zijn. Ik wil toch nog één keer terug naar die spiegel. Want als hij er dan hangt en ik kijk daarin als lezer en jullie hebben hem toch daar gehangen... zijn jullie dan, hoop je dan toch dat ik erin kijk en dat ik denk, jeetje, wat lelijk? Nou, nee, ik niet. Nee, nee? Ik helemaal niet. Nee, totaal niet. Ik ben uiteindelijk wel een enorme romanticus die probeert de wereld mooier te maken. Ik ben heel erg naar wat jij denk ik ook, dus hypocrisie en dat de wereld niet als Nederland is en dat er eigenlijk heel veel kwaad in de wereld is. Daar ben ik erg van doordrongen en dat het we allemaal ziek worden en aftakelen en doodgaan en al onze geliefden verliezen. Dus dit is eigenlijk één grote ellende. En daarom denk ik juist dat je moet mooie dingen maken. Dat is wel eigenlijk mijn grote drijfveer. Ik wil mooie dingen maken altijd. En ja, met zo'n boek ook. En ik denk wel dat ik ook een ultiem romantische kijk op het leven heb. Eigenlijk ook in al mijn boeken. Dus ik wil vooral het mooie erin zien. En niet zozeer... Nou, dat is misschien een verschil tussen jou ja, en mij. Ja, ik zit erover na te denken. Wat we in ons boeken doen. Ik bedoel, ik ben ook een romanticus. Je hebt eigenlijk twee soorten schrijvers. De een die wil laten zien wat het een ontzettende goere zooi het allemaal is. Ja, dat weet ik. Maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil het juist mooi maken. Oké, maar dat begrijp ik. Ik ben ook een romanticus als ik in het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg zit. En daarna bij de Open Haard. Allemaal romantiek. Wat ik zei, een schrijver moet niks, maar het is de tijd dan misschien portretteren. Ik zweef niet alleen tussen Nederland en het buitenland heen en weer, maar ook in Nederland nog steeds tussen heel veel, zal ik maar zeggen, verschillende sociale geledingen. Als ik in Zandvoort ben, waar ik ben opgegroeid,
dan zie ik nog jongens uit mijn jeugd en die staan daar gewoon in, net als hun vader, ze zijn hun vader geworden, in de bakkerij of de slagerij of, yeah, of de, het portiek te schilderen of achter de vuilniswagen. Mm-hmm. En aan de andere kant heb ik vrienden die net weer uit een exotisch oord komen enzovoort. Dat eigenlijk nergens thuis horen, zowel geografisch maar ook binnen de verschillende groepen mensen. Dat is wel ook een thema in mijn boeken. En dan probeer ik dat ook mooi op te schrijven, althans te vermaken enzovoort. Maar ik probeer inderdaad ook, laat ik zo zeggen, met dit boek ben ik verbaasd dat andere schrijvers dat niet doen. Mm-hmm. En ik heb ook vaak het gevoel dat ze deze thema's niet durven aan te raken. Er is een enorme angst over, in mijn optiek hoor, als ik het zo volg, om überhaupt over dingen te spreken, laat staan het in een boek te zetten, uit angst voor kritiek, niet in het juiste pulletje pakken. Dus de autonomie van een schrijver, waarvan je toch zou kunnen verwachten dat hij gewoon een autonoom denkend wezen is, dat iets over de wereld wil zeggen, die wordt volgens mij vaak door bedreigd. En dan verbaas ik me erover dat schrijvers die ik veel beter acht dan ik bijvoorbeeld, dat niet doen. Vorig jaar of anderhalf jaar geleden was Houelle Beck hier bij mijn uitgever thuis. Mm-hmm. Heb ik met hem gesproken. En dat is ook iemand die eigenlijk heel stil is als je met hem praat hoor. Maar achter die twinkelende ogen gaat een wereld schuil van verbazing, misschien wel verbittering of verontwaardiging over wat er in deze wereld gebeurt. En bijvoorbeeld in mijn andere werk heb ik oorlogen meegemaakt en mensen op de grond gezien. En hier in Nederland denk je, ja, dat is ver weg, dat gaat nooit gebeuren. Maar ik voel dat we niet alleen geopolitiek, maar daardoor ook mentaal, ethisch op een keerpunt staan. En dat roep ik hier op en dan hoop ik wel dat mensen zich, als dat dan, dat ze dan niet aangesproken voelen, maar dat ze denken, hey. Het is misschien iets, een wake-up call of zo. Ja. Dat is het enige. Ja. Nee, dat tussen verschillende werelden zitten en in verschillende sociale groepen. Ik denk ook dat is denk ik ook een heel erg groot verschil. Wat ik voel in Nederland is dat je vaak wel heel erg in een kleine cirkel beweegt. En dat is fantastisch om in het buitenland te wonen, omdat je veel meer heel snel met heel veel mensen leert kennen. Uit allemaal hele verschillende hoeken. Dus je bent toch een soort exotische vogel waar heel veel mensen wel mee om willen gaan. En dat is een heel groot voordeel als je in Moskou of in Petersburg of in Boedapest woont. En ja, ik geniet daar heel erg van. Dat je de ene keer met een oplichter de avond doorbrengt en de andere keer met een of andere multimiljonair en een schooier die doet. En ja, ik vind dat heel erg. En dan zegt de lezer hier, Jaap, dat heb je allemaal verzonnen. Ja. Nee, maar daar hadden we het over, dat eigenlijk heel vaak moet je dingen afzwakken om het geloofwaardig te houden. Ja. Rusland is natuurlijk nog net wat uitvergroter dan Oost-Europa. Maar, ik denk dat de gekte al begint in Oost-Europa hoor. Midden-Europa vind ik dan toch weer prettiger klinken. Oost-Europa heeft toch altijd Oostblok en zo. En ik woon in Centraal-Europa daarna begint Oost-Europa, Wat mij opvalt in die landen waar jij dan woont, of waar je tot jouw gebied, dat als je, als je in de trein zit in Kiev, in Oekraïne, ik noem maar wat, of in Polen, en dan, je kent natuurlijk de literatuur, hè, we weten dat je toch ook in een traditie staat. En dan zit je bijvoorbeeld in een trein, ik noem maar wat, ergens tussen, bij Lemberg of Lwów in Oost-Oekraïne, en dan zit je gewoon in een verhaal van Jozef Rood bijvoorbeeld. Hè, dat er eigenlijk heel weinig veranderd is. Nederland of West-Europa is eigenlijk een hele normale samenleving geworden in die zin
Dat je bijvoorbeeld, je ziet geen militairen op straat, hè, zoiets. Je hebt het leger en of zwervers en zo. In Petersburg, weet ik waar, heb je achter een kazerne, maar je ziet gewoon militairen op straat lopen, weet je wel. En alsof het, als het dan nog een beetje sneeuwt, dan ben je zo teruggecatapulteerd in de 19e eeuw. Ja. En dat heb je in Centraal of Midden-Europa. Heb jij dat ook niet, dat de tijd daar... Ja, toch anders verlopen is het. Totaal, nee, maar ook je hoeft maar wie dan ook te vragen, vertel over je grootouders. En je krijgt een krankzinnig verhaal. Blijkt dat de grootvader weg was en pas na 5 jaar uit Siberië teruggekomen. En dat de grootmoeder alweer een andere man had en dat toch weer bij elkaar. De meest prachtige verhalen. En er is natuurlijk zoveel ellende over die landen gekomen. Ja. En wij hier, ja... Net als Reven zei, dat je eigenlijk geen drama had, omdat je hier altijd 's avonds nog weer terug naar huis kan lopen. Maar ook, we hebben natuurlijk gewoon 500 jaar vrede gehad hier. En dus ja, de verhalen van mensen liggen om je heen. Echt iedereen die je spreekt, heeft bijna krankzinnige familiegeschiedenissen. En ja, ik vind dat een enorme rijkdom. En ook wat jij zegt, dat je zit gewoon in de verhalen van Rood en iedereen anders. We zouden bijna zo doorpraten zonder dat ik jullie ging laten voorlezen, maar dat gaat niet gebeuren. Jaap, wil jij beginnen met het eerste fragment? Ja. Even zoeken. Het is 4 bladzijden. De terugtocht... Oh ja, Dit gaat over Marinus Hilbrink. Dat is die jongen uit het buurtschap Stokkum. En zijn ouders zijn overleden. En nou, net zo goed als jij vroeger niet kon terugbellen uit Rusland en Nederland. Die jongens konden natuurlijk helemaal niet bellen. Dus hij moest naar Addis Ababa vanaf de plantage om contact te kunnen leggen en te verifiëren of het echt waar was. De terugtocht in de nacht in de Land Rover was lang. Marinus praatte niet. Goedhart begreep dat en reed rustig, niet in het rachttempo van de heenweg. In de nacht moest je erg goed uitkijken op de Ethiopische wegen. De gairis, de houten karren, waar soms vrijwel alles op de weg onverlicht. Nou, dat was trouwens in Hongarije, toen wij daar kwamen wonen, ook zo. Je moest altijd, met name in het weekend, moest je 's nachts zo ongelooflijk goed moet je altijd opletten op de weg. Want er zijn karren en paarden en fietsers, maar ook mannen die gewoon midden op de weg roes liggen uit te slapen. Hij wist nu al dat het al het kleine was, het alledaagse. De in groot handschrift geschreven brieven van moeder, meestal ultra kort, maximaal 2 kantjes, maar wel elke maand. Haar manier om contact te houden, trouw en onhandig. Brieven met nuchtere opmerkingen, kattenbelletjes, weetjes uit Stokkum, dat Gert een lelijke verkoudheid had opgelopen, vader pijn in de rug, dat de koeien weinig melk hadden gegeven verleden week, of juist veel, dat er bunzingen op zolder huisten, wie van de dochters van Geurtsen getrouwd was, wat ze voor de uitzet gekregen hadden en wat de hoogtepunten van de bruiloft waren. Marinus dacht aan alles, aan dat alles in de donkere nacht. Het ratelde door zijn kop. De sterke handen van vader die hij nooit meer voelen zou. Vader kon met gemak 3 stoeptegels in de hand geklemd houden, maar het stuur van de DAF had hij niet onder controle gehad. De hoekige geborgenheid die vader geschonken had, hoe hij als klein kind aan de hand van vader voor het eerst mee was geweest naar de kermis in Markelo, hoe hij naast hem naar het Lunapark had staan kijken, hoe de radarschermen zoomden en traag heen en weer bewogen in de schemer. De piepend en heen en weer draaiende schotels als wezens uit een verre toekomst, vlak bij de plek waar ze de dood gevonden hadden. Als hij op het erf voor de boerderij stond, kon vader door te luisteren naar het geluid van de stoomlocomotieven het weer voorspellen. Samen waren ze 100 keren naar het station gefietst in hun overalls. Ze zaten niet lekker, ze trokken in het kruis. Zwijgzame tochten waren het, in de zomer, in de winter, in de kou. Dat er bij elke uitademing een condenswolkje uit je mond kwam. De wollen handschoenen die ze aan hadden en de truien onder de overall, waardoor je een Michelin-mannetje voelde. Het was allemaal van een soort zacht gemis. Er was een zweem van treurigheid die hem traag en zwaar maakte. Hij voelde zich niet wanhopig.
Het was onwezenlijk, maar niet eens onprettig. Een alom aanwezige zachte pijn. Hij wist diep van binnen dat het waar was. Hij kon bij wijze van spreken het oranje dak van de DAF in het donkere water zien schemeren. Het Twentekanaal was niet diep. 5 meter in het midden en langs de kanten ondieper. Hij wist het. Als hij voor Mirjam van de brug sprong, raakte hij met zijn voeten soms de zachte zuigende modder van de bodem van het kanaal. Waarom waren ze niet uit de auto gekomen? Ieder mens weet toch dat je de raampjes rustig moet opendraaien en van dan naar buiten zwemmen? Herman had gezegd dat ze vredig tegen elkaar aan hadden gezeten. Hadden ze het zo gewild? Nee, natuurlijk niet. Vader was 51, moeder 49. Dat is geen leeftijd om te sterven. Doodgaan wil je misschien als je jong of als je oud bent, maar daartussenin niet. Marinus dacht eraan wat vader had meegemaakt. Het stemde hem weemoediger dan hij ooit geweest was. Geboren op de boerderij aan de Potdijk had hij de komst van de eerste tractor in het buurtschap meegemaakt, een Massey Ferguson. Als jonge kerel had hij in de crisisjaren meegegraven aan het Twentekanaal, zwaar werk. Het had hem sterk als een os gemaakt. Ze moesten de aarde met kruiwagens uitrijden. Over de oorlog had pa alleen maar gezegd dat de nachten angstig waren. De grote zwarte vliegmachines lieten bommen zo groot als halve huizen los. Vader moest 's nachts op kabelwacht. Ze hadden de zolder vol Duitsers en de kelder vol onderduikers. Wat een kerel. Nu Marinus over vader nadacht, kwam de waardering die hij nooit had uitgesproken. Vader had zijn hele leven geen boek gelezen. Als hij iets op moest schrijven, ging hij zitten, de ellebogen wijd, voorover gebogen, geconcentreerd. Rekenen kon hij ook slecht. Moeder deed thuis de boekhouding. Als vader iets besloten had, hield hij eraan vast, een onverzettelijke Sax. Vader was trots op het Saksische bloed. Marinus verging van schaamte en spijt bij de gedachte aan de middagen dat hij langer had geschoffeld in de groentetuin van de Wilhelmina-school of de stelplaats, nog eens extra geveegd had, om maar niet met vader samen naar huis te hoeven reizen. Hij had hem tekort gedaan. Van Gert had hij 2 maanden terug een brief per zeepost gekregen. Gert had een pagina lang Stokken bezongen en de draak gestoken met Sanderman en Jan Holthuis, die OAD-busreizen maakten. Ze waren eerst in Bentheim geweest, daarna naar Limburg en verleden zomer helemaal naar Oostenrijk. Op de Norbersborrel praatten ze alleen nog maar over Oostenrijk en welke bergen ze daar wel niet gezien hadden. Het had Gert een punthoofd bezorgd. Na 2 uur zwijgend te hebben geluisterd naar de Oostenrijkse verhalen, van dan moet je die weg hebben en dan die weg, had Gert gezegd, nou moet jullie eens even naar mij luisteren. Weten jullie waar de Kattenberg ligt? Wisten ze niet. Allemaal ver weg met de bus naar hoge bergen in het buitenland, maar die lui wisten niet eens waar hun eigen ezelsbult of Kattenberg lag. Bert beroemde zich erop dat hij zijn leven lang nog nooit ergens naartoe was geweest. Dat interesseert me helemaal niks. Ik heb daar geen belang bij. Voor mij nooit geen vakantie. Het was duidelijk aan wie hij dit schreef. Aan zijn jongere broer met reiskoorts. Was het misschien een oproep geweest aan Rinus terug te keren? Had hij het niet begrepen? Had Gert iets voorvoeld en op onderkoelde Twentse wijze zijn broer gevraagd thuis te komen? De laatste zin van die brief, voordat het hem de groeten deed. Ik heb nog nooit in een ander bed geslapen. Ja, het is prachtig, vind ik. En wat ik zo interessant eraan vind, is dat het... Dit kende ik niet. Het schetst een wereld die ik niet... Die mij niet bekend is, maar wel dichtbij voelt. We hadden het al even om het over of een schrijver nou de tijd moet vastpakken. En ik vroeg me af, heb je dit ook opgeschreven omdat je het belangrijk vindt dat deze tijd bewaard blijft? Ja, en ook, ik ben ook wel eigenlijk uiteindelijk een trotse Twentenaar. En ik hou heel erg van dat Twentse en dat onderkoelde. En dat wilde ik heel graag vastleggen. En ja, ik vind dat heel mooi. En eigenlijk, naarmate ik langer in Hongarije woon, begin ik dat meer en meer te waarderen. En dus dat wilde ik heel graag vastleggen, hoe die mensen daar zijn in Twente. En ik kom zelf niet uit een boerenfamilie. Maar ik heb dus heel erg onderzoek moeten doen. Ik heb er ook net zo goed als ik veldwerk in Ethiopië heb gedaan, ben ik ook in Markelo boeren gaan interviewen. En
Ja, ik vond het eigenlijk bijna wat leukste van het hele onderzoek. Ja. Dus ik, dat wilde ik graag vastleggen, ja. En ik vind zo'n... Dit is ook gewoon een boer die ik geïnterviewd heb daar. Die had nog nooit in een ander bed geslapen. En ik dacht, ja, daar zit ook een ongelooflijke schoonheid in. En ook geen enkele behoefte dat buurtschap ooit uit te gaan. En dat was voor corona. Dat... Ook eigenlijk in zo'n, ikzelf net zo goed, in zo'n rusteloze tijd leven. Ik vind ook in dat opzicht wat er nu gebeurt heel interessant. Dat wij eigenlijk worden teruggeworpen in een soort jaren 50 toestand van weer spelletjes doen en binnenzitten en met elkaar praten. En eindeloos in huis zitten. Ik vind dat wel mooi. Toen ik dit schreef, toen was het, dat was voor corona. Toen was het nog zo die rusteloze wereld. Dat iedereen elk weekend voor €25 naar Londen of naar Parijs of Rome of Boedapest vloog. En je schreef dit in Hongarije? Ja. Want proef ik er ook een beetje heimwee in? Ja, nou ik heb net zo goed als ik op verschillende plekken altijd foto's neerzet van waar ik niet ben. Wil ik ook altijd zijn waar ik niet ben. En dat is denk ik het romantisch verlangen. En dus als ik in Hongarije... Wordt door Nispies, door het is dat geluk. Ja, ja. Ja. Als ik in Hongarije ben, dan heb ik hier een soort heel goed, mooi gevoel bij. Maar ik wil ook juist... In Hongarije wil ik daar juist over die andere wereld schrijven. Dat klopt voor mij op een manier. Pieter, ik heb jou ook gevraagd of je iets zou willen voorlezen. Ja, maar ik weet niet, voorlezen. Want ik was dat vergeten. Dus, dat maakt inderdaad, ik dacht zelf aan het begin van hoofdstuk 5. Welke bladzijde? Welke bladzijde is dat? 139. Ja. Even kijken hoor. Als jij het opzoekt, is het stuk waarin Ruben... de vader van Ruben werkt op een gegeven moment, heeft een baan en die werkt in een snackbar. En een klasgenootje van Ruben heeft hem uitgedaagd om naar die snackbar toe te gaan terwijl zijn vader daar is. Is het trouwens snackbar of snackbar? Snackbar. Snackbar? Okay. Snackbar, ja. Snackbar. Soms denk ik niet. Snackbar. Ja. 3 dagen later nam ik de uitnodiging aan als betrof het invitatie voor een duel. Stolberg, hij zit op school, hè? Stolberg van geschiedenis was ziek. We hadden het laatste uur vrij. Veel jongens en meisjes in mijn klas gingen op vrijdagavond al uit. Ze bezochten concerten, bars, cafés. Een lekker patatje, een kroket of een berenhap om 4 uur 's middags was de beste bodem voor het bier dat sommigen al dronken. Dus je gaat met ons mee? Zwijgend had ik geknikt. Ik fietste achteraan. Van Bentum voerde de zwerm van 6 jongens en 3 meisjes aan. Het was rot weer. De periode tussen de herfst en de winter, die hier eigenlijk geen winter mocht heten, maar een natte grijze voortzetting was van het grijze najaar. Fedra Butman, dat is dan zijn geliefde, had haar chauffeur gebeld, gezegd dat ze een uur eerder vrij had en was naar huis gegaan. Volgens de roddel deed ze het met de knappe Antilliaan die haar naar het gymnasium heen en weer bracht. Hij was een ex-detineerde. Haar vader had hem het baantje bezorgd om niet alleen hulp aan de armen, de sociaal en economisch verdrukte, maar ook het verschaffen van tweede kansen aan achtergestelde groepen. Eén van de doelen was van de loterij die hem in een paar jaar tijd steenrijk had gemaakt. Gadverdamme, wat een vieze gore pestlucht, riep een van de meest fietsende meisjes. Vis, ik haat vis. We passeerden een winkel waar een man achter een aluminium oven vis stond te bakken. De vette dampen kwamen in wolken door de openstaande glazen pui naar buiten. De laatste 4 jaar was ik niet meer in de kustplaats geweest waar we destijds waren opgevangen. Een plots heimwee beving me. Wat was er van Hans geworden, zijn oude schoolvriend in de kustplaats waar hij eerst woonde, is dat. Met 16 kon je hier in Nederland onder voorwaarden al van school. Vermoedelijk werkte hij intussen fulltime bij zijn ouders in de winkel en zomers bij de viskar op het strand. We sloegen de hoek om, de Van Wouwstraat in. Snackbar Cinderella was in die tijd nog een soort open portiek. Links was de wand met de glazen deurtjes, waarachter de gefrituurde lekkernijen lagen die eruit kon trekken. Rechts een bar met een paar krukken om zitten te kunnen eten, achterin de toonbank. Ik was met mijn klasgenoten nog niet binnen of ik vervloekte mijn beslissing tot in het diepst van mijn ziel.
Een pijnscheut trok door mijn maagstreek toen ik mijn vader daar zag staan. In een t-shirt met een Walt Disney afbeelding van Anne Poester. Als een poester stond hij met zijn rug naar me toe. 6 klanten stonden op hun bestelling te wachten. Mijn vader bewoog zich nerveus achter de balie met glazen vitrinekast waar nog half bevroren kroketten, bamischijven, frikandellen en andere snacks met decoratie groen ertussen op hotel zilveren schalen waren uitgestald. Alsof hij nooit iets anders had gedaan, schepte mijn vader de patat uit het dampende vet, tikte een paar maal ritsmies met de spaanlepel tegen de overrand, liet alles goed uitlekken, hevelde de friet over naar het opdienvergiet, draaide zich om, strooide er ruim zout over uit een bus en begon de kartonnen bakjes vol te scheppen. Mayo erbij. Het viel me op hoe vriendelijk mijn vader dat aan de klanten vroeg, hoe wellevend hij daar opereerde. Een berenhap, riep Jort van Bentum toen uit. Wat neem jij, Ruben, dat is de hoofdpersoon, ook een berenhap met extra satésaus? Op dat moment keek mijn vader op. Onze blikken raakten elkaar, heel even. Meteen ging mijn vader verder met het bedienen van de overige klanten, snel en efficiënt, mij volkomen negerend, alsof ik hier helemaal niet aanwezig was. Samen met mijn klasgenoten, mede-gymnasiasten, de uitverkorenen, de winnaars, de voorhoede. Als vroeger in de Sovjet-Unie de pioniertjes en de leden van de Komsomol. 2 berenhappen met extra satésaus, bestelde Van Bentum, zodra de klanten die mijn vader had bediend de zaak al eten hadden verlaten. En een beetje opschieten graag. 2 berenhappen met extra satésaus, herhaalde mijn vader. Wensen de heren er ook iets te drinken bij? Nee, niets te drinken. Waarom vraag je dat? Anders had ik het toch wel besteld? Denkt u soms dat we achterlijk zijn? Door hier te verschijnen had ik mijn vader niet alleen willen straffen voor zijn uitval naar mij bij het ontbijt eerder, voor zijn woede uitpastikken, voor zijn slapen op de bank waarmee mijn moeder iedere dag pijn deed. Een pijn die ze doorslikte als vitriol en die haar langzaam volledig kapot maakte. Maar wilde ik eveneens mijn klasgenoten tonen dat ik niet laf was. Dat ik niet anders was dan zij, die vaak over hun ouders spraken als over klootzakken, idioten, egoïsten. Ook al kwamen ze niets tekort, al liepen ze er altijd volvolgens de laatste mode bij, met minstens 2 keer per jaar zongebruinde gezichten van een exotische reis of van de wintersport. Bent u de vader van Ruben? Vroeg Siri van Dongen, nadat iedereen zijn of haar bestelling had gedaan. Mijn vader zich weer had omgedraaid en 6 porties friet, wat frikandellen en berenhappen voor Van Bentum en mij in het opspattende vet liet zakken. Mijn vader reageerde niet. Hij krabde zich even op de rug, midden in het gezicht van Assepoester, van Cinderella, naar wie de eigenaar, die zelf in Spanje woonde en leefde van de pacht die zijn 7 snackcorners hem opleverde, de keten had vernoemd. Ik wilde het liefst verdwijnen, vluchten, niet bestaan, maar het was te laat. Door weg te gaan zou ik blijk geven van mijn zwakte. Zou de hoon alleen maar toenemen. Ik moest de beproeving doorstaan. Zeg Ruben, daar staat toch je vader? Waarom zegt hij dan helemaal niks? Nou, een lekkere familie heb jij. Aan zijn schokschouderen, aan de manier waarop hij opnieuw nerveus zijn rug krabde, voortdurend in benziel zijn keel schraapte, ook alweer van de zenuwen, zag ik wat ook mijn vader onderging. Doe me toch maar een colaatje. Daar stond mijn verwekker. De man die me altijd had gesteund, die me, als hij vrolijk was, partisaan noemde. Want toen de oorlog in Letland voorbij was, toen de rode Sovjetvlag in Letland in 1945 alsnog was gehezen, had zijn vader als voormalig lid van het Letse vrijwilligerslegioen zijn vrouw en pasgeboren kind verlaten en zich aangesloten bij de Woudbroeders, bij de partisanen in de bossen, waar zijn levenloze lichaam in 1949 werd gevonden, waarnaar zijn moeder, Masha Katz, geboren Edelstein, bij wie het Joodse bloed al in 1941 met de vervalste papieren officieel was weggespoeld, had besloten om van mijn vader een goede Sovjetburger te maken, een intellectueel, een communist, om te kunnen overleven, om te leven. Hé, ouwe, hoor je me niet? Een colaatje. Jort van Bentum sprak op brallerige toon van de korpsstudent die zijn economie studerende oudere broer al was. Extra koud graag. Gedwee stapte mijn vader naar het stalen koelkast, haalde er een blikje cola uit, zette het op de toonbank en draaide zich weer om op zijn hakken, weer om naar de bakhoven. In de eerste plaats om te kijken hoe het verliep met het bakproces, maar intussen natuurlijk vooral om mij niet tussen de meute van mijn klas te hoeven zien. Dankjewel.
Ja, de gymnasiumklas waar die op terecht is gekomen. Ik vond een geweldige scène dit. Ja, en echt genadeloos ook wel. Ik vond dit wel een scène waar ik weer zelf terug was op de middelbare school en dacht, ja, dat zo waren we misschien wel. Ja, en het gebeurt nog steeds, hè? Het is gewoon nog steeds aan de gang. Misschien is het nog wel erger. Ja. Wat moet je daarvan zeggen? Kijk, een kind, of een opgroeiend kind, wil vooral zijn zoals andere kinderen. Je wil niet uit de toon vallen. Toen ik op de middelbare school zat, dat was heel lang geleden, in de jaren 70, maar droeg iedereen opeens witte broeken. Misschien kan je het ook wel herinneren, dat was de witte broekenmode. Dus ja, je wil zijn zoals anderen. Erbij horen. En dan krijg je te maken met loyaliteit en met schaamte, want je groeit op. En dat is een moeilijk proces natuurlijk. Dus ik weet zeker dat kinderen dit ook meemaken. En ik denk met name ook allochtone, ja, mag je dat zeggen? Dat woord? Oh, allochtone kinderen ook natuurlijk. Die ook deze hoofdpersoon is eigenlijk ook een allochtoon. Hij gaat ook met zijn moeder mee naar de dokter om te vertalen. De moeder spreekt amper Nederlands. En dat heb je natuurlijk ook met Marokkaanse en Turkse en weet ik veel, Syrische en Ethiopische kinderen. Die natuurlijk aan de ene kant moeten laveren en loyaliteit tonen aan hun ouders. En aan de andere kant staan te springen, mede gevormd door de hormonen vaak, om te behoren bij de groep waar ze in dit geval op school bij behoren. Nou ja, dat is in bepaalde opzichten denk ik ook wel eeuwig, maar ja, dan zo'n klassenverschil, hoewel dat dit wel niet echt een klassenverschil is, want uiteindelijk is zijn vader een intellectueel, maar hij is een emigrant en moet zich met Schiller en Goethe in zijn hoofd verlagen, zou je kunnen zeggen, zoals, om patat te bakken. Ja. Ja, wat het nog schrijnender maakt, lijkt me. Ja, want als je patat bakt en je bent kok en je gelooft in je vak en zo, en je valt daarmee samen, ja, dan is dat misschien minder dramatisch dan dat je denkt van ja, dit moet ik nu doen. Maar overleven. Maar, ja, dat geeft nog een extra laag er misschien aan. Ja. Jullie schreven allebei in het boek veel vanuit het perspectief van het kind ook. Is dat een perspectief wat dicht bij jullie ligt? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar het is eigenlijk het wel een van de fijnste perspectieven, denk ik. Om vanuit te schrijven. En ook heel erg bruikbaar, omdat denk ik bijna iedereen zich ermee kan identificeren. En het, het is perspectief waar ik heel erg van hou, het kind. Het of is de makkelijk. De adolescent of het kind? Ja, allebei. Ja. Het is volgens mij een personage waar je heel erg goed de lezer het verhaal in kan trekken. En de uitgesprokenheid van kinderen en adolescenten is natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Kunnen ze ook harder zijn dan volwassenen in een boek? Nou, ze kunnen vaak, vind ik in ieder geval, makkelijker extremer zijn in hun oordelen en maar de genadeloosheid of harder, die vind ik ook altijd nog altijd bij volwassenen hoor. Mm-hmm. Okay, zeker in mijn boek, moet ik zeggen. Dus ik denk dat eigenlijk mensen veranderen nooit, hè? Hoewel je dat zou hopen. Maar is het niet een andere manier van genadeloosheid? Laten we zo zeggen, de genadeloosheid van de adolescent of de opgroeiende is de onschuldige genadeloosheid. Want het is niet berekenend. Het is vaak impulsief of aangevoerd, wat ik zei, door de hormonen, het verlangen ergens bij te horen. De genadeloosheid van iemand die de jaren des onderscheids heeft bereikt en dan gewoon iemand een kunstje flikt bijvoorbeeld of anderszins. Ja, dat is dan een berekenende genadeloosheid. Maar misschien is de naïviteit van. Vaak is het ook zo dat mensen iets doen en dat ze helemaal niet de reikwijdte beseffen. Dat ze zich daar achteraf pas onbeschamen, bijvoorbeeld.
Ja, dat zou kunnen. Vaak schamen mensen zich weer voor hun schaamte. Dat blijft altijd... Ja, dat is zo. Ik weet niet of jij ooit voor je ouders of hebt geschaamd of althans je niet prettig voelde. Dat je tussen twee dingen in zat. Loyaliteitskwesties. Nou, natuurlijk. Dat ik denk dat ieder mens dat kent. Maar ik kan met mijn ouders niet zoveel momenten herinneren dat ik me schaamde. Nee. Nee, en er was ook een ander fragment waar we nu aan toe komen van jou, Jaap. Waarom ik het zo mooi vond, was ik vond het zo goed dat het kind in jullie verhalen zit. Volgens mij is dat... Ik denk zelf dat dat iets is wat ook bij een grote roman hoort. Maar ik was ook wel benieuwd naar of jullie het daarmee eens zijn. Een coming of age? Nee, niet een coming of age, maar gewoon dat het kind erin is. Kan je een grote roman schrijven zonder dat er een kind in zit? Tuurlijk. Nou, ja. Dat vind ik natuurlijk. Ja. Natuurlijk kun je een grote roman schrijven zonder dat er een kind in zit. Nou, het kind zit altijd in... Als een grote roman gaat, in mijn optiek, heeft een personage, een hoofdpersoon... die reflecteert altijd over op zijn jeugd. Dus dat kind moet er altijd in zitten. Ja. Ja, nou ja, goed, ja. Ik merk dat jij veel meer nadenkt over een roman dan ik. Ja, dat enorm gepland ga je te werk. Ja, quod non, hè? Ja. Misschien een laatste vraag. We hebben het al eventjes gehad over wat een goede roman vermag. En wat een goed verhaal is, maar ik zou toch nog één keer van jullie willen horen als afsluiting. Wat is een goed verhaal? Nou, ik heb geen idee. Ik hoorde het... een verhaal wat de aandacht vasthoudt, lijkt me. Ik denk dat eigenlijk de definitie van een goed boek is, of een goed verhaal, is dat je er iets van herinnert. En dat je, of een zin, of een gedachte, of een idee. En dat is het eigenlijk. En niet veel meer. En ik doe heel erg mijn best om het goed op te schrijven. En ik heb, dat komt denk ik ook doordat ik de vierde ben van 5 jongens. En wat ook in dit boek zit, hè, dat hele Saksische Twentse en dat, die trots op dat Saksische. In Twente gaat alles om de oudste. Het gaat altijd om de oudste zoon. En de rest is er een beetje bij. Dus ik heb eigenlijk uit mijn hele jeugd heb ik gehad dat ik... Ja, je praat alleen als je echt iets toe te voegen hebt, anders hou je je mond. En ik heb daardoor heel erg, als ik schrijf, wil ik ook onderhoudend zijn en iets toevoegen. En proberen het goed op te schrijven. Dus dat is wat ik eigenlijk bij ieder verhaal of ieder lang verhaal of roman of hoofdstuk probeer. Ik heb een heel erg drang omdat ik graag dus door het geschrevene, de aandacht van de mensen die dat lezen of horen, vast te proberen te houden. En daar zit voor mij heel erg dat herschrijven in. Om alles wat eigenlijk een soort ruis is of overbodig eruit te halen. En dat is voor mij heel veel werk. Want in de eerste instantie is dat helemaal niet zo. Dit boek was ook iets van 150 pagina's langer. Dus ik heb 150 pagina's uit zitten zeven. En ja, en dan uiteindelijk moet er iets... hopelijk bij de lezer achterblijven van dat boek. Begin jij ook als je schrijft altijd weer 's ochtends, als je begint met schrijven, op bladzijde 1 te lezen, om er een beetje in te komen? Het ritme of de toon, of doe je dat niet? Nee, ik heb... op een gegeven moment, ik heb een tijd in Bloemendaal gewoond en daar heb ik van Leon de Winter iets geleerd. Want ik doe altijd eindeloos over die boeken. Maar Leon de Winter die zei, je moet gewoon 's morgens beginnen en helemaal niet terugkijken, maar enorm doorrausen.
En dat is wel een goede methode. En het is een heel praktisch ding. Want wat ik vroeger heel vaak deed, ging ik weer wat ik de vorige dag had geschreven verbeteren. Maar je verbetert de hele tijd alle kanten op. En je kan beter inderdaad doorwerken. En dan pas later alles gaan verbeteren. En, nou, dus dat is wat ik nu doe. Ik ga dus niet zitten lezen. En ik probeer gewoon weer te schrijven. En het probleem is, dan, soms gaat het heel lekker. En dan heb je het idee dat je heel briljant aan het werk bent. Dat is vaak meestal als je het herleest eigenlijk wat het slechtste was. Terwijl vaak als je denkt van dit is echt ploeteren, dan blijkt dat eigenlijk best goed te zijn wat je geschreven hebt. Vaak de teken dat je er zelf heel blij mee bent, op het moment dat je het schrijft, dan moet je heel erg op je hoede zijn. Maar om de vraag over wat is een goede roman... Wat is een goed verhaal? Ja, die vraag is natuurlijk gewoon niet te beantwoorden. Het is zo divers. Wat wel zo is, wat Jaap beaam ik helemaal. Dat uiteindelijk, ik weet niet welke Woodhouse geloof ik, schrijver heeft gezegd. Dat een romanschrijver is ook zelf-entertaining. How can you entertain your reader if you can't entertain yourself? Niet dat je nou lachend aan het bureau zit, helemaal niet. Het is allemaal steunen en zwoegen natuurlijk. Maar je moet in ieder geval, mensen zeggen ja, de lezer heb ik niks mee te maken. Je wilt toch vasthouden. En ik wil altijd ook... Ik ben angstig dat ik verveel. Dus ik wil mensen ook entertainen. Ik ben thuis eigenlijk heel rustig altijd. Of ik zit gewoon een boek te lezen. Of ik lig op de bank enzovoort. Maar duur moment dat ik naar buiten stap, zeggen ze, dat ben je altijd druk. En dan ben ik altijd als een soort taak om mensen te entertainen. Weet je wel? Dat is... Ja, maar dat komt ook door je allereerste baan die je ooit gehad hebt. Ja, dat heb ik jou net verteld. Wat was je allereerste baan? Nou, ik heb Jaap net verteld dat ik... Dat was helemaal niet mijn allereerste baan. Juist, dat was misschien... Want ik heb mijn hele jeugd doorgewerkt. Van de viskar op het strand, bediening, afwas enzovoort. Nou, alle baantjes, bloemenzaken, weet ik veel wat. Maar na mijn rechtenstudie wilde ik weg uit Amsterdam. Toen ben ik dus anderhalf jaar al entertainer op de Canarische eilanden geweest. Wauw. Ja. Maar terwijl ik eigenlijk ongelooflijk depressief was. In 5 talen. Ja, ik was in die periode enorm depressief. Dus dat is ook weer... Ondertussen lachen en springen en dansen. Heftig. Ja, maar misschien als ik hier had gebleven, ik nog depressiever geweest. Dus ja, of er helemaal niet meer geweest. Dat zullen we nooit weten. Ja. Maar dat herken ik heel erg, die angst om te vervelen. En het schijnt dat heel veel andere schrijvers hebben daar helemaal geen last van. Die nemen zichzelf serieus. Ja. En je moet echt, dat laatste wat je moet doen is jezelf serieus nemen natuurlijk. Misschien wel je werk. Maar mensen die zo, ja... Ook zo zelfverliefd op hun eigen proza zijn, dat begrijp ik ook niet. Het is een soort afvalproduct. Herman zei over de lach dan, maar goed, dat ging ook over zijn werk misschien. De lach is de braakbeweging waarmee ik geestelijk bedorven voedsel uitstoot. En uiteindelijk is eigenlijk ook het schrijven van alle boeken een soort restproduct van de geest. Een soort profilactica, een soort schoonmaakfunctie, denk ik ook hoor. Denk ik echt. Dat heel veel schrijvers zouden dus gek worden. Overigens zijn er ook heel veel schrijvers desondanks gek. Als ze niet zouden schrijven. Om dan toch een soort zinvol bestaan te leiden. En dat je dan kan zeggen, ik kan het in ieder geval. Ik ben het met deze wereld niet eens, met de schepping. Maar ik kan in ieder geval iemand een boek naar zijn kop gooien. Als een baksteen. Net ook een soort fysieke behoefte voldoet het aan. Daarom is mijn boek ook hardcover uitgegeven. En dat voor jou de volgende keer. Ik denk veel dat dit aan, ja. Voordat mensen denken dat ze met deze boeken moeten gaan gooien, een mooi moment is om af te sluiten. Doe dat zeker niet, maar lees ze gewoon, want het zijn echt prachtige, prachtige romans. Jaap Scholte, Pieter Waterdrinker, heel erg veel dank voor dat jullie hier waren. Dankjewel. En voor dit gesprek. En graag tot de volgende keer. En u ook bedankt voor het kijken. Ja, en dan bent u vast niet...